waarvoor ik deze opleiding gekozen heb, is ook echt dat je aan het eind van de dag ziet wat je zelf hebt gemaakt en dat je denkt van ja, daar ben ik trots op. De opleiding installatietechniek houdt in gas, water, cv en sanitair. Ja, bij installaties ben je gewoon met koper en met staal bezig om ervoor te zorgen dat wel die installatie draait zoals die moet draaien, zeg maar. Bij IW hebben wij ook waterpompencentrum. Ja, daar leren wij hoe we met die machines om moeten gaan. Stel er komt een storing, hoe we die storing eruit moeten halen. Wat er dan kapot is om ervoor te zorgen dat die storing weggaat. Je doet er soms ook nog wel eens wat extra's bij. Dus hier in de werkplaats bijvoorbeeld met zink werken. Dat kan je dan ook weer in je bedrijf, zeg maar. Het werk zelf kan op zich wel fysiek zijn. Dat is wel dat is gewoon een feit. Alleen ik denk ook wel als je het werk wel leuk vindt en de opleiding hartstikke leuk vindt, dat geen bezwaar voor je zal zijn.